Laurent Delorge, middenvelder hier bij de Ajax Amateurs. Jouw laatste wedstrijd zaterdag. Ja, dus hopelijk sluiten we het mooi af. Het zou mooi zijn dat we promoveren met de Ajax Amateurs. Voor mij is het de laatste wedstrijd, ja. Dacht je niet van, nou, misschien dan volgend jaar ook nog een keer op topklasseniveau spelen? Nee, ja, die vraag is een paar keer gesteld, maar op dit moment eigenlijk niet. Dus ik denk voor mij is het, ik vind het mooi geweest. Ik ben 15 jaar prof geweest en dit de laatste half jaar nog gevoetbald bij de Ajax Amateurs. En ik vind het prima zo. Het is tijd voor iets anders. Tijd voor een maatschappelijke carrière. En dan zien we wel wat er daarin gebeurt. Ja, en welke richting wil je opgaan verder in het leven? Nou ja, daar zijn we nog even goed over aan het nadenken. Op dit moment spreek ik me niet aan om als trainer. Maar waarschijnlijk ga ik richting revalidatietrainer, hersteltrainer, conditietrainer. Die richting op. En misschien wel fysiotherapie. Dus we zien wel. Maar dan gaan we studeren. En dat lijkt me ook wel een mooie uitdaging. Dus dat is iets anders. Ja, het is niet veel spelers kunnen zeggen dat ze in hun laatste wedstrijd nog om een prijs spelen. Nee, dat klopt. Dus ik hoop dat we hem pakken. Dus dat zou wel het mooiste zijn. Dat zou een prachtige slot zijn van toch een goede carrière. Jazeker, jazeker.